hartelijk welkom. Welkom bij deze streekfeestuit van Glitterjurk. Maar het kan niet anders dan dat er dan ook een echte eerste plaats zou moeten worden uitgereikt. En wie gaat dat doen? Ik. En dat is liever niks. Dat komt omdat, ja, ik heb ze eigenlijk zelf ontdekt in 1978. En sindsdien ben ik ze blijven sturen en heb ze van alles uitgelegd over hoe het vak ook eindelijk werkt. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft geholpen, dus ze zijn best wel aardig terechtgekomen. Enig is, ze hebben door al die goede raad zo druk gekregen, dat het niet wat lang begon te duren, dat die tweede CD eindelijk eens een keer zou komen. Dat klopt, Guus. Ja, dus. Wat hebben we gedaan? We hebben ze toen, ik heb gebeld. Ik kreeg ook allemaal een telefoon van jullie van, en wanneer komt dat dan? Ja, ik zeg, dat komt. Hier kan ik ook niet van maken. Maar we hebben ze dus uiteindelijk opgesloten in België. Klopt, Guus. In een, en we, zoals wij dat noemen, in retraite. En daar zijn ze met helemaal niets begonnen. En uiteindelijk heeft dat dan geresulteerd in... Twee cd's. Eentje van Jeroen. En een van Dennis. Je moet hem tegelijk afspelen, anders wil je die twee stemmen hebben. Dus dit is de tweede stem en dit is de eerste stem. Je moet ze inderdaad zo in je auto stoppen. Ja, niet in de cd spelen, want dat gaat niet werken. Dat werkt niet. Hè? Gewoon de deur open en naar binnen gooien. Juist. Ik geef die van hem aan jou. Oh, dat is mooi. Niet hoeven. Ik ben er wel heel trots op. Nou ja, goed, het is toch wederzijds, toch? Ja, jij nu krijgt ook zo'n liedje. bij ons zit hij mijn allervieste neef. Mijn allervieste neef? Ja. Oh. Dankjewel, Goes. Wou je nog wat meezingen? Of had je zoiets van... Het verrukkelijke leven ken ik wel. Ken je dat ook? Het verrukkelijke leven? Ja, die ken ik. Die ken je? Die staat niet op die cd, hoor. Nee. Want maar... hartstikke nieuw, daar ken ik ook niet alles van. Nee, dat is de single waar. Hebben jullie al gedaan. Dus... Of wou je hem even gaan luisteren af en dan terugkomen en zeggen, dat nummer ken ik. Ja, dan ga ik studeren. Zeggen jullie het maar. Dames en heren, Guus Meeuwis! Die neem ik weer mee. Ja.